goed, wij waren gekomen aan een CSS-pagina die we hadden opgebouwd. En daar willen we nu wat verder op ingaan. We hadden een stukje stylesheet gemaakt. En daar waren we bij geëindigd. En een stukje HTML om waar die stylesheet dan betrekking op had. Ik zit hier in de w3schools.com try-out venster. Dus u kan daar dit overnemen. En de bedoeling zou zijn dat we dit hier te zien krijgen. Dit was het stukje HTML dat we gebruikt hebben. Dus waar we drie divisies hebben gemaakt. Een hoofding, een menu en de inhoud. U ziet heel clean HTML, niks van layout aan. En dan dit stukje stylesheet. En het was de bedoeling om daar nu even wat dieper op in te gaan, op die verschillende blokken daarin. Ten eerste de body. Wat we hier gedaan hebben, gezien ik in dat kleine venster werkte van de W3 Schools website, had ik mijn hele body 500 pixels breed gemaakt. Normaal ga je natuurlijk je body niet echt beperken. Vandaag de dag werken we responsief, dus we proberen telkens het scherm te gebruiken zoals de eindgebruiker dat zelf wilt. En dan gaan we bijvoorbeeld een breedte van 100% hier zetten in plaats van 500 px. Ik heb ook een achtergrondkleur aangegeven en u ziet in een stylesheet ga je telkens beginnen met een selector, in dit geval body, dan gevolgd door een openende accolade en sluitend met een nieuwe accolade. En we gaan dus alles aansluitend zetten met punt, komma tussen. Je mag voor de rest zoveel spaties of tabs of zo om dat wat luchtiger te maken. Maar dit is wat we aan het doen zijn. Dus de breedte, een achtergrondkleur heb ik ingesteld. Hè, dus met de hexadecimale rood-groen-blauw code. Die kan ik heel gemakkelijk online met een HTML color picker gaan kiezen. Ik ga ook een marge instellen. Dus herinner u het boxmodel, dat is de buitenste rand rond mijn element, dus rond mijn body, blijft er een marge van 10 pixels. En ik ga hier ook een standaard lettertype kiezen, in dit geval Arial, wat een sans serif lettertype is. En waarom zet ik hier nu sans serif bij? Omdat sommige toestellen, bijvoorbeeld een Macintosh, hebben misschien niet die Arial font. En die kunnen dat dan met een eigen sans serif type, wat nogal nauw aansluit bij Arial. Hè. Dus een schreefloze letter kunnen die dat dan invullen. Tweede deel had ik de drie divisies gemaakt. En ik heb die een ID gegeven, vandaar het matje hier, division matje header. En daar heb ik gezegd, kijk, de breedte van die eerste header moet gewoon 100% zijn. Voor de rest heb ik daar geen layout aan gegeven. Gebruik ik dus gewoon de achtergrondkleur van mijn webpagina, van mijn body. Ik heb dan een tweede divisie en dat is mijn menu. Daar heb ik een achtergrondkleur aangegeven. Met toch heel wat groen en blauw in. Hè, dus een wat blauwiger kleur gaat dat worden, een breedte van 100 pixels, terwijl mijn volledige breedte was 500 pixels, dus ik ga dus een blok van 400 daarnaast vrij hebben. En ik zet float is left, dus hij gaat dat proberen aan de linkerkant te plaatsen. Dan heb ik mijn inhoud en ik heb hier ook gezegd, kijk, een andere achtergrondkleur, ik heb hier een hoogte ingesteld. Dat ga je normaal niet doen. Hier heb ik dat gewoon om esthetische redenen gedaan. Dus mijn inhoud zal zeer beperkt zijn, want ik kan maar 400 pixels vullen. En ook mijn breedte heb ik op 400 pixels gezet. Ik float dit ook left. Dat betekent dat, stel dat mijn venster
om een of andere reden kleiner zou worden, dan kan hij dat nog altijd opzij schuiven onder mijn menu. En dan heb ik eigenlijk de inhoud van mijn blokken. Ik heb hier gezet, kijk, als ik een H1 heb in de header, geef die dan deze achtergrondkleur. Geef die ook een padding, dat is de binnenmarge van 10 pixels en een buitenmarge van 10 pixels. En zet daartussen een border van 10 pixels, die solid is, hè, die dus vol gekleurd is. En de kleur is rood. De kleur van de tekst in mijn heading 1 zal blauw zijn en de font is, overschrijf ik eigenlijk. Ik ga niet Verdana en niet Arial nemen hier, maar Verdana, wat ook een sans serif is. En ik ga mijn tekst centreren. Dus dat voor die hoofding die in mijn header divisie zit. Dan voor mijn paragraaf en mijn hoofding in de content divisie neem ik een andere tekstkleur en met een linkerpadding van 10 pixels. Ik ga mijn hoofding ook in vet zetten en een font size van 16 punten. Ten slotte heb ik mijn menu. Daar ga ik een ongeordende lijst nemen met een padding van 10. En ik ga daar listelementen in nemen zonder bullet. Dus het is een ongeordende lijst. Dus normaal is dat een bullet het liefst. Maar ik ga hier zeggen dat ik geen bullets wil zien. En dan tenslotte ga ik ook de hyperlinks die in die pagina verschijnen in dat menu. Wil ik natuurlijk geen onderlijnd of zo zien, wil ik gewoon die tekstelementen zien staan. En ga ik een tekstdecoratie zetten op niks. Maar ga ik, wanneer mijn link reeds bezocht is, ga ik de kleur in groen zetten. Wanneer mijn link nog niet bezocht is, ga ik hem in rood zetten. En daaraan zie je de twee links die ik had aangegeven in de HTML, dus de home en de HTML. De ene is bezocht, de andere niet. Onder de twee andere woorden staan nog geen links. En dan heb ik deze layout. Dus ik heb een totaal breedte van 500. Met dan 100 voor mijn menu en 400 voor mijn content. Een vierkant 400 op 400. Dat is eigenlijk het effect dat we krijgen. Tot hier dus eigenlijk dit voorbeeld van een CSS opmaak van een inline pagina.